Welkom iedereen bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij de Artly Play Smart Projector. En dit is dus een compacte projector die ook nog kan projecten. Laten we maar unboxen en even zien wat het allemaal zoal doet. Het leuke waar ik aan dacht toen ik dit berichtje kreeg van het bedrijf van interessant, leuk, klein compacte beamer. En was ik wel even benieuwd naar wat kan het dan zoal voor zo'n compact formaat. Dus dit is dus de beamer. Wow. Even kijken. Dus dit is de projector. Mooi, klein, compact en het ziet er op zich wel cool uit. Ik vind het wel wat hebben. Wat jij, Mel? Ja? Ja, Mel knikt. Ja, toppie. Dit kan ik natuurlijk afdoen en dan zien we natuurlijk de lens waar uiteindelijk alles uitkomt. Nou heb ik niet gigantisch veel verstand van projectors. Maar ik kan je natuurlijk wel laten weten of het daadwerkelijk een mooi beeld weergeeft. Of dat je gewoon zoiets hebt van, eigenlijk is het een beetje prullaria. Ja. We hebben hier nog een doosje voor de rest met inderdaad alle kabel, spul en garantiebewijs. En weet ik het wat, afstandenbediening. Nou, hopelijk hebben ze hier al batterijen bij in. Maar ik vermoed altijd dat ze dat waarschijnlijk niet doen. Maar het zou wel heel leuk zijn. Nou, gelukkig hebben we controls bovenop de beamer. Zo, natuurlijk hebben we geen batterijen. Ik pak ze snel. Ik pak even snel batterijtjes. Ja, dat is een batterijtje. Dat zijn er twee. En dan gaan we weer terug naar de wc. Wauw, zin in. Ik zelfs van Melanie hier. Dat doet ze eventjes. Even kijken. Klatskebam, controller. Ja, nu zit hij dicht. Kijk eens, nu kunnen we gebruiken. En weet ik wat allemaal. Je krijgt ook een HDMI-kabel bij. Dus je kan het verbinden aan je laptop of computer, mag je het willen. Maar ik heb ook gezien dat dit apparaatje een eigen Android besturingssysteem heeft. Dus je kan dit ook op zichzelf laten draaien als het goed is. Dus je Netflix en wat dan ook wil doen, je hoeft niet de computer bij te halen. Je kan gewoon direct van dit apparaatje het afspelen. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Ik heb hier de stroomkabel. En ja, we gaan er natuurlijk eventjes over om het uit te proberen. En kijken hoe het daadwerkelijk hier uitziet. Even kijken, dit is de kabel. Nou is het niet je langste kabel, gewoon een metertje. Nou ja, prima. Even kijken, stroom doen we hier achterin. Hartstikke idee. En dan gooien we hem eventjes in een stopcontact. Zo. Kan het net bij? Ik hoop het wel. Oeh, dat gaat echt net. net genoeg. Oké. Dan zetten we hem aan. Ik heb helemaal geen handleiding of wat dan ook gelezen. Ik heb zoiets van, ik stel het ding op, het moet gewoon gemakkelijk voor iedereen zijn om het überhaupt te laten starten. En ik ben natuurlijk wel een beetje technologisch aangelegd, weet ik van wat. Dus dit zou gewoon goed moeten komen. Oh, we hebben al muziek. Hij heeft al een mooi welkom muziekje, even kijken. Zo, English, yes. Make the most out of your TV. Sign in to get new apps, recommendation, FAQ. Het zal me allemaal een worst wezen. Accept. Location. Nou, dat hebben ze niet nodig. Nee, dat interesseert me ook geen hol. Je practical letters powered by Android TV. Let's walk through the features of your device. Je kan apps installeren. Ja, dat is helemaal mooi. Oeh, we zitten in het schurpje. Nou, we gaan wat zullen doen. Even lekker Netflixje kijken, Mel. Lekker man. Ja. YouTube is misschien beter inderdaad. Beide manieren kun je gewoon lekker filmpjes kijken en ja, gaat het om. Nou hè, ja, potverdikke me ja zeg. Dus, YouTube. Go on. Oké. Nou, eerst de Coco Melon. Ja! Skip. Ja, je kan ook trouwens er gewoon heen wijzen. Oké, ja, nee, dit doen we niet.
De window view. Ja, deze. Regenachtige dag, hè? Ja. Kun je lekker naar buiten staren? Nou, moet ik wel even één ding bekennen. Is de kwaliteit het mooiste? Nee, ik ben er niet geheel overtuigd. Puur ook omdat de resolutie natuurlijk niet het scherpste is. En dat merk je eigenlijk ook best wel terug. Nu hebben wij, wat is dit? 2 meter afstand tussen de projector en de muur. Nou ja, ik ben 1,75 lang. Dan kun je een beetje zien van, oké, dit is dus hoe groot het is. Is niet het grootste van allemaal. Maar natuurlijk voor compacte situaties thuis zou het op zich best wel een uitkomst kunnen zijn. Ik denk dat ik even de beste video's van allemaal even ga bekijken. En dat is natuurlijk... Oh shit, window Pocketify. Clear, yes. Oké, pakkenfij. Hoezo? Zie ik nog steeds niet mijn... Oh mijn god, wat is dit slecht. Oh, daar is het. Och, wat een handsome feller daar. Laten we even mijn eigen video kijken. Een nieuwe video van Pakkenfij. Vandaag hebben wij de Razer Viper. De 8000 Hz. Dit is niet de beste video trouwens, want mijn microfoon was een beetje uitgeblazen daarop. Welke doen we dan eventjes? Oh nee, die Dubbies Gamer video's. Doen we wel deze. Mijn microfoontje, die gebruik ik nu ook. Oh, tegenwoordig komen heel veel high-end telefoons niet meer met een 3,5 mm ingang. Wat dus betekent dat je, als je dus een upgrade doet naar een nieuwe telefoon, dat je waarschijnlijk iets anders wat? Moet gaan halen. Mijn Boya bijvoorbeeld heeft ook een 3,5 mm wat is, ingang. Wat dus betekent... Wel, wat zeg jij hiervan? Mocht ik opeens naar een nieuw model gaan, kan het wel weten dat ik niet met die 3,5 mm ingang heb en dat ik alleen met deze microfoon kan opnemen het ziet er... op een computer bijvoorbeeld of gewoon direct aangesloten op mijn camera. Dit wil ik niet. De kwaliteit, ik zag bij die andere video ook al wat, maar dat is natuurlijk een video waar ik niet naartoe... die ik niet echt vanaf weet. Deze heb ik zelf gemaakt, ik weet hoe het uitziet op een scherm en het ziet er niet... Ja, om heel eerlijk te zijn, niet zo beroerd uit. Kwaliteit niet zo heel zeer goed op deze beamer. Ik ga even kijken of de instellingen het misschien wat beter kan maken. Display mode, wat hebben we hier voor movie office? Ja, maar ik krijg alleen maar van die kleuren doorheen, denk ik. Moet ik hem op movie zetten? Ik probeer hem. Hoe ziet dat eruit? Oké, movie... Ik wil gewoon lekker mijn telefoon gebruiken, zodat ik lekker compact alles bij elkaar heb. En dat ik gewoon on the go gewoon lekker kan opnemen. En gelukkig heeft Sennheiser hier aan gedacht en heeft dus een lovely microfoon uitgebracht met USB-C. Dit maakt het nog niet zo heel veel beter. Ik merk met deze beamer dat die heel erg de kleuren, ze zijn niet zo lekker helder, poppend. Het is een beetje wat vervagig. Ik weet niet, ik vind het niet heel mooi. Deze beamer kost trouwens €270, by the way. Dat is wel best wel veel geld. En als ik nu zo dit zie, vind ik het geld nog niet zo snel waard. Dus ik hoop dat wij hier wat kunnen doen. Oké, keystone correction. Dit is wat ik zocht inderdaad. Dus daar kun je zeg maar... Ik wist niet dat hij dat had. Normaal heb je dat ergens op dat ding zelf staan, maar je moet het dus... vanuit de software dus doen. En dan kun je dus aanpassen als je net de beamer op een hoekje hebt staan. En dan kun je net wat rechter maken. En dat is wel fijn. We hebben natuurlijk nu hem recht voor zitten. Maar stel ik zou hem nu zo zetten zeg maar. Dan kan je hem in principe gewoon helemaal goed recht afstellen. Als het goed is. Ja, nou ja. Of niet. Nou ja, oké, ik ben er niet zo snel van te spreken. Je hebt zoom. Dan kun je het scherm kleiner maken, mocht je dat willen. Dat is best wel handig. Dus als je het echt kleiner wil hebben, dan kun je dat zo doen. Oké, dat is top. Fijn. Projection mode. Hij doet het toch al, forward projection. Forward. Ja, nee, we hebben nu deze gewoon. Ja, dit klopt ook wel.
Ja, en voor de rest heb je wat instellingen hiermee. Kan ik hem updaten? Online update. Want ik moet zeggen, oké, de laatste versie zit er al op. Ja. Eén ding wel, geluid trouwens. Je kan wel even volume aanpassen. Geluid is best wel netjes. Wat vond jij dat? Geluid is netjes. Het is gewoon luid, maar niet dat het veel geroezelen moest, gekraken en alles hoort. Dat, op zich zit dat keurig met de ingebouwde. Je hebt trouwens de optie ook om Bluetooth speakers hieraan te verbinden, zag ik. Dus vind jij deze speakers niet zo helemaal denderend, dan kan je nog een Bluetooth soundbar bijvoorbeeld, kun je dus op aansluiten en daar gewoon je geluid op afspelen. Dus die optie heb je, dat is fijn. Alleen, ik mis een beetje de, eigenlijk mis ik wel een beetje de instellingen qua kleuren, contrast en dat soort dingen. Want nu zie ik dat er gewoon helemaal niet in. En ik vermoed dat we waarschijnlijk dit gewoon zo moeten laten als dat het is. Ja, dat is een beetje jammer. Beeldkwaliteit is wel echt een dikke domper. Ik vind het mooi. Ze spreken van hele mooie contrastratio's, helderheid en weet ik het wat. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik het nog wel wat teleurstellend. Voor mij had het wel wat helderder gemogen, wat scherper gemogen en de kleuren, het is gewoon smoezelig. Ik vind het niet mooi. Vind ik dit een waardige beamer voor jou? Ik bedoel, ja, het is mooi compact. Dat is fijn. je hebt twee USB-aansluitingen, mocht je daar films vanaf willen draaien. Je hebt twee HDMI-aansluitingen, koptelefoon-aansluiting. Dus als je die opties wil hebben, dat heeft die. Beeldkwaliteit, ik vind de helderheid gewoon niet goed. Het had voor mij wel wat helderder gemogen. Ook de kleur had wel wat beter gemogen. En overal scherpte van de beelden mocht ook wel gewoon vele malen beter. Nu is 27p en voor deze tijd vind ik 27p toch wel echt een beetje, ja, nee, ik ben er niet zo weg van. Ik zou zeggen, vermijd deze beamer. Kwaliteit is er niet naar en dat is ook waar je het een beetje mee moet doen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer terug in de volgende. Tot ziens.